Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Hey Superkids, welkom bij de Superkids Droomshow. We hebben het afgelopen weken al gehad over dromen. Droom groot, wat is jouw droom? En vandaag gaan we het hebben over wat doe je als het tegenzit? Nick, heb jij dat wel eens gehad? Ja, zeker heb ik dat wel eens gehad. Ik was denk ik een jaar of 9 of 10 toen ik in het buitenland woonde, naar een andere kerk ging. En ik was enthousiast en blij om met kinderen, kleine kinderen, te werken. En ik dacht, ja, dat ga ik doen. Dus ik was vol enthousiasme, wilde het gaan leiden. En ik werd een beetje afgerend van, ja, Nick, je bent nog jong. Doe even rustig. Die verantwoordelijkheid kun je nog niet dragen. Ja, dat zat flink tegen. Ja. Weet je wat ik toen deed? Nou. Eerst dacht ik, ik stop er wel mee. Maar toen dacht ik, nee, ik word er blij van. Ik vind het leuk. Dus ik ga er maar gewoon met God over praten. Oeh. En dat is eigenlijk precies wat je moet doen. Ook als het tegen zit, kunnen we erover met God praten, toch? Ja, ja, en dat is ook niets liever wat God wil. Zeg maar, als het goed gaat, vindt hij het leuk om te horen wat er dan goed gaat. En als het moeilijk is of tegen zit, ja, dan vindt God het fijn om ons daarbij te helpen. Zeker weten. Hey, en over moeilijk gesproken, laten we maar doorgaan naar de challenge. Oeh. Goedemorgen! Goedemorgen! Hallo dames! Oh jee! Hallo! Zo, begin de dag, tik een eitje. Ik ben bij een kippenboer geweest. Ik heb een stuk of 10 heerlijke kakelverse. Mag ik ook eitjes, even? Ja, je mag even. Het is gewoon een ei, je mag er aan zitten. Ja hoor. Oh, ze zijn niet gekookt. Nee, ze zijn niet gekookt. Nee, nee. En ik dacht, hey, dat is wel leuk, laten we daar eens een challenge mee doen. Oké. Okay. Ja, maar voorlezen. Ja hoor, kom maar door. Ik heb hier heel veel zin in. Vandaag is het tijd voor wat beweging. Production Guy zal zometeen wat sportoefening voordoen. Oh nee. Maar we gaan natuurlijk niet gewoon bewegen. Het lastige hieraan is dat jij eieren bij al deze bewegingen mee moet nemen. Niet 1, niet 2, maar 5 eieren. Oké? Okay. 5 eieren. 2 handen? Nee. Oh. 1 hand. Oh nee. 5 eieren? In 1 hand. En dat moet per se in een hand? Ja. Ah. Ja. 1 voor elke vinger, dat snap je. Ja. Ja. Oké. Okay. Goed. En dan wordt het tijd voor wat ochtendgymnastiek. Oké. Okay. Ja. 1, 2, 3. Oh nee. Je pakt ze even. 4. Ja, doe ik die tafel even weg, want die staat alleen maar in de weg zo. Weg, want hij staat in de weg. Ik hou hem nu gewoon nog met 2 handen vast. Die is weg. Oké. Okay. Ja? 1 hand. Oh. 1 hand. Hoezo? Lekker, Kirsten. Ik zit even af te kijken hoe jij vastzeugt. Oké. Okay. Ja, dat is het. Laat beginnen. Je doet mij gewoon na. Ja? Ja. Dus we gaan gewoon beginnen met even zo een beetje stappen zo opzij. Zo, een beetje stappen zo. En we gaan de armpjes wegdraaien. Oh nee. Beetje draaien. Beetje draaien. Ja. Oké, zullen we een beetje warm draaien zo? Ja? Ja mooi. Hoor, ja hoor. Gaan we nu eens eventjes een beetje springen zo. Even springen zo. Ja, oké. Dit ziet er natuurlijk niet uit. Appa! Ik bedoel, hè, wat jammer. Wat jammer. Eén hand. Oké, oké. Ik liet het gewoon los. Ja, je hebt er nog maar 3. Oké. Oké. Dat wordt wel makkelijker. Ja? Ik weet helemaal niet hoe het goed, jongens. Maar je doet me wel na. Oh, lekker hoor. Nou, een beetje meer overtuiging, Nicky. Kom op. Ja, oké. Okay. Ja, dit... Hatsen! Ik kan tegen hem aan. Dit was niet mijn schuld. Ja? Nou. Oké. Okay. Okay. Ja. Ik heb er 2. Ik hoe heb ik al vroeger laten vallen? Maar, kan mij het schelen. Sit-ups, dames. Oh, heerlijk. Oh, ga maar helemaal naar achter. Ja. En dan, ja, dit, ja, dat gaat, en dan gaan we omhoog. Ja, let ik ga niet naar de sportschool. Ik weet niet hoe dit moet. Oh, jeetje. En weer omhoog. En dan gaan we een beetje meer tempo. En we gaan omhoog. Nee! Hey, we zijn niet allemaal zo sport. Buikspieren kunnen dit niet aan. Oké. Okay. Nou, kom op. Ik loop 3 dingen voor. 1, 2, 3. Oké, laatste. Dit ziet er zo gênant uit. Oké. Okay. Spring maar overeind. Oké. Okay. Laatste doen. Dan gaan we nu. Steek je armjes omhoog. Ja, dat doen we nu. Hoppa! Zo. Ruimen jullie dit even op? Oh, okay, nou. Yes. Dankjewel. Ja, ik denk dat wij dit maar moeten gaan opruimen. We hebben genoeg op te ruimen. Ja. En laten we verder gaan met het Bijbelverhaal. Jacob had 12 zonen, maar hield het meeste van Jozef. Hij gaf Jozef een speciale jas. Jozefs broers waren jaloers op hem. Ze haatten hem. Jozef had ook bijzondere dromen.
Ik droomde dat wij allemaal korenschoven bij elkaar bonden, zei hij. En jullie schoven bogen voor de mijne. De broers van Jozef haatten hem nog meer om deze droom. Jozef had nog een andere droom. De zon, de maan en de 11 sterren bogen voor mij. Zijn vader en broers mopperden. Zeg je dat je de baas over ons zult zijn? Op een dag waren de broers van Jozef hun schapen aan het hoeden in het veld. Ze zagen dat Jozef kwam om hen te zien. Ze maakten een plan om hem te doden en een einde te maken aan zijn dromen. Het is verkeerd om onze broer te doden, zei Ruben. Laten we hem in deze lege put gooien. Dus trokken ze Jozefs mooie jas uit en gooiden ze hem in de put. Er kwamen Ismaëlitische handelaren voorbij op weg naar Egypte. Juda had een plan. Laten we Jozef als slaaf aan die handelaren verkopen. En zo verkochten de broers Jozef voor 20 zilverstukken. De broers doopten de jas van Jozef in het bloed van een geit en lieten die jas aan Jacob zien. Mijn zoon is dood, huilde hij. Ondertussen was Jozef meegenomen naar Egypte, maar God was bij hem. In Egypte verkochten de Ismaëlieten Jozef aan Potifar, een van de kapiteins van de farao. God zegende Jozef en zorgde ervoor dat het goed met hem ging. Potifar maakte Jozef de baas over alles wat er in zijn huis gebeurde. Oh, Kirsten, wat heb jij voor mooie jas aan? Ja, leuk hè? Ik voel me er helemaal speciaal in. Kan ik me goed voorstellen. Ik vind het zo'n mooie jas. Ik zou hem zelf ook wel willen. Ja. Ik ben een beetje jaloers van. Doe me denken aan het verhaal van Jozef. Want Jozef had ook zo'n mooie jas gekregen. Zijn broers waren er jaloers op. En ja, doet me trouwens ook denken aan de situatie waar ik het net over had. Dat ik wilde helpen, dat het niet mocht of niet gebeurde zoals ik het eigenlijk wilde. En dat ik gewoon jaloers was op de leiders die daar stonden. Maar wat heb je toen gedaan dan? Nou, wat je kunt doen, jaloersheid gebeurt soms, is en met God praten. Dat had ik natuurlijk gedaan. En ik dacht ook, weet je, ik doe het wel niet meer. Nee, dat dacht ik toch niet. Want ik was zo blij en ik vind het zo leuk om het te doen. Daar wilde ik gewoon niet mee stoppen. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar die leiders toe. Ik ga het met ze over hebben. Ik ga gewoon zeggen, vragen, wat kan ik doen? En zij zeiden eigenlijk, hey Nicky, wat leuk. We worden enthousiast van jou en jij kunt van ons leren. Wij kunnen van jou leren, dus we doen het gewoon samen. Echt super tof. Wauw, wat cool. En nou ja, jij vond het ook wel. Je dacht, ik heb een droom. En dat is ook niet meteen binnen één dag gebeurd. Nee. Daar gaat soms best wel wat langer tijd overheen. En dat kan soms best wel lastig zijn, want bij Jozef gebeurde dat bijvoorbeeld ook. En als ik dat dan heb, dan vind ik het fijn om bijvoorbeeld met mijn moeder erover te praten. En dat is iemand die ik vertrouw. Dus misschien heb jij dat wel. Misschien zijn dat je ouders of klasgenoten of iemand bij Superkids bijvoorbeeld. Dan is het goed om het er samen over te hebben. Precies. Dus we moeten eigenlijk onthouden. We spreken het met iemand. Jij. En als het tegen zit, praat erover. Doei Superkids!